Mijn laatste video, zo te zien, 26 juni 2018. Ja, dat is alweer een paar jaar geleden. Ik heb er al vaker over nagedacht om om verder te gaan, maar er is niks van gekomen. Maar nu wel, eindelijk. En vandaag gaan we het hebben over de Steam Deck. Nou, jullie kennen hem waarschijnlijk wel, je ziet het ook in beeld hier zo, hè. Dit is een console / PC waar ik heel erg hyped voor ben. Puur omdat ik altijd wilde kunnen gamen, AAA titles, in mijn hand. Dus niet op een PC, niet op een laptop, maar echt in mijn hand, voor onderweg bijvoorbeeld. En god, ik kan niet wachten. Ik moet nog zo lang wachten, tot december minimaal, en ik heb daar gewoon geen geduld voor, zo simpel is het. Het voordeel is, het is een complete PC. Hij draait op Linux, Arch, gebaseerd op Arch. Met een soort van Proton layer, laat ik het zo zeggen. En dat wil ik mee zeggen dat je elke game kan spelen die er is. Elke game. Dus ook emulatoren, maar ook echt PC-games, AAA titles. En dat vind ik zo gaaf, want wie wil dat nou niet? Gewoon handheld gaming en dan zit je tussen ook een GTA 5 te spelen of Assassin's Creed of Red Dead Redemption, noem maar op. Dat kan gewoon. En het grote voordeel is, ik heb hem al gereserveerd. De 512 gig, zoals je kan zien. Want ja, ik heb geen zin om later te upgraden met een extra micro SD kaartje of wat dan ook, want het is gewoon veel langzamer. En de prijzen vallen reuze mee, vind ik persoonlijk. Je hebt zo die bedrijven zoals de Aya Neo of die GPD Win 3 bijvoorbeeld. Die wilde ik eerst halen, de GPD Win 3. GPD, laat ik het zo zeggen. Maar die prijzen zijn zo ongelooflijk hoog. En ik heb best veel negatieve verhalen gehoord over de kwaliteit van die GPD. Dat gewoon, als je binnenkomt, doen de knoppen het niet. Of dan doet de wifi het niet. Ja, dat soort dingen hoef je niet mee te maken als je fucking 1000 euro betaalt voor een apparaat. En toen kwam Steam, Valve. Met de Steam Deck. Voor maar 419 euro. En dat is enorm laag. Voor een 64 gig apparaat, ja oké, okay, dan moet je mijn SD kaartje toevoegen, want het is niet veel. Maar die prijs is zo laag. Ik weet niet eens of ze er winst op maken op die versie, op dat model. Ik denk op de 549 en de 679 model wel. Maar ook niet veel, denk ik hoor. Het is zo scherp geprijsd. En je kan gewoon AAA titles spelen. What the fuck? En samen met AMD hebben ze een APU gemaakt. Met Zen 2 en RDNA 2 graphics. Nou, dat is beter dan Vega, zo te horen van Linus. Want hij heeft hem al getest. En dat is positief, want die Vega graphics die zat in een Aya Neo. En daar spelen sommige games meestal tussen de 30-40 fps mee. En die RDNA 2 al de dubbele. Het voordeel ook is dat deze 16 gigabyte aan DDR, ja, aan low power DDR5 geheugen heeft. Quad channel. Dus geen dual channel, maar quad channel. Dat is heel fijn, want dan kan alles gewoon veel sneller met elkaar samenwerken. Waardoor je in principe betere resultaten moet krijgen in de framerate. De basisversie is 419 euro. Die heeft 64 gigabyte. En die komt met een eMMC storage. Dat is geen SSD, dus wel een stukje langzamer. En de opslag is gewoon heel erg weinig. Dus als je, voor de mensen die de 64 gig model bestellen, je moet sowieso een SD kaartje installeren, want tegenwoordig, je hebt ook games van 80 en boven 100 gigabyte. En daar ga je gewoon niet genoeg in hebben voor meerdere games. Echt 1, 2 games, kleine games. En dat was het dan. En dan heb je de 256 model. Die heeft dan een NVMe SSD. Dat is sneller opslag, dat is logisch. Want ja, het is een SSD. Een E3, ja, een case. Die zit er sowieso bij alle tweede modellen. En een exclusive Steam Community Profile bundel. Ja, ik heb geen idee wat dat in moet houden, maar het is niet heel erg belangrijk, denk ik. En dan heb je de 512 gig model. Die is dan nog sneller SSD. Staat ook bij je snelste opslag. Dus ja, ik ga ervan uit dat hij nog sneller is dan in 256. Hij heeft anti-glare glas. Dus waarschijnlijk ook als je met zonlicht hebt of reflecterende beelden, heb je daar gewoon minder last van. Dat je gewoon niet jezelf in jouw game ziet. Dat lijkt me heel eng trouwens. En een exclusief case. Dus misschien weer een iets specialere case. Een andere uitvoering, ander design. I don't know. Nou, hier weer exclusive Steam Community Profile Bundle. Ja, boeit me niet. Exclusief virtual toetsenbord.
Nou, leuk. Word er blij van. Het belangrijkste gewoon de opslag voor mij. En die 679 euro. Vind ik alsnog een topprijs. Dan met de specs die je krijgt. Met die AMD Zen 2 en RDNA 2 graphics. Nou, ik denk dat het best wel een goede gaat worden. Deze Steam Deck heeft een heel uniek design. Zoals je kan zien. Want hij heeft twee trackpads. Hij heeft twee thumbsticks. Hij heeft één D-pad. En hij heeft natuurlijk een ABX. Y natuurlijk. Maar die trackpads... Die zijn echt heel gaaf. Puur omdat je sommige games kan je toch nog een beetje wat afwerken, laat ik zo zeggen. Want in sommige games is een thumbstick gewoon niet handig. En een D-pad ook niet. Is gewoon veel fijner voor sommige dingen. Vooral als je van die games speelt zoals Age of Empires of wat dan ook. Of City Skylines, dat soort dingetjes. Dus games van bovenaf. Kan dat best fijn zijn. En ook het gave is aan de Steam Deck... is hij heeft gyro control. Dus je kan wel zeggen, als je een bepaalde knop inhoudt of met je duim of iets met je vinger erop houdt, dan met je hele apparaat gaat bewegen, gaat hij ook mee bewegen. Dat is zo ongelooflijk gaaf, dus daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar hoe het werkt en hoeveel nut het heeft voor sommige games. Ik denk dat niet heel veel mensen het gaan gebruiken, maar het is een leuke toevoeging. Hij heeft een touchscreen, 7 inch, ja dat is prima. Uiteraard heeft hij ook twee stereo speakers, ja niet heel bijzonder. Maar ja, het zijn stereo speakers die wel rechtstreeks naar voren gaan. Dus niet onderlangs of bovenlangs. Dus waarschijnlijk klinkt het wel een stuk beter. Even kijken, de knopje beneden, zoals je kan zien. Hij heeft de L2 en de R2. Dat is voor mij heel belangrijk. Want het zijn analoog. Dus het zijn triggers. Dus voor racing games, dat soort dingetjes, kan het heel fijn zijn. Ik wilde eerst de Ayo Neo halen. En dat model had... destijds nog helemaal geen analoge triggers, maar gewoon knoppen, echt buttons. Dus dat vond ik heel jammer, want dat verneukte eigenlijk voor mij gewoon de hele aankoop. Achteraf is het niet heel erg geweest, want de Steam Deck is ook een stuk goedkoper. Headphone jack bovenop, Type-C port voor het opladen, voor het docken zeg maar. Je kan aansluiten op een scherm, dus je kan uiteindelijk gewoon gebruiken als een desktop PC. Volumeknoppen, nou ja, heel speciaal. R1 en R2, of R1 en L1, ook prima. Ja, allemaal basisknoppen natuurlijk. En die knoppen aan de achterkant. Hier R4, R5, L4, L5. Ik weet niet of er knoppen zijn of die knopjes veel gebruikt gaan worden. Maar dus afwachten, want ik heb het niet in mijn handen. Dus ik denk voor sommige games, voor racing games bijvoorbeeld, bij Formule 1. Bijvoorbeeld die DRS of wat dan ook je batterij aanzet op een van die knoppen. Dat lijkt me wel heel leuk. Ik ben heel benieuwd om het te testen. Uiteindelijk komt er ook een video van. Hoor. Als ik hem heb, dan maak ik gewoon een video van. En dan laat ik alles zien wat ik ervan vind. Of het ook echt een aanrader is voor jullie. Kijk, hier uiteraard de specificaties. Ja, Zen 2, 4-core, 8-thread, 2,4 giga tot 3,5 gigahertz. RDNA 2 CPU, of GPU, pardon. En een scherm. Dit is een scherm eigenlijk waar heel veel mensen een beetje twijfels over heeft. Puur omdat de resolutie best laag is. 1280 bij 800, dus een 27p of eigenlijk een 800p paneel. Ik denk, en er zijn meerdere mensen het met me eens denk ik, dat het voldoende is. Het is een 7-inch scherm voor in je handen en dan is zo'n resolutie prima. Want waarom moet je een 4K paneel hebben in zo'n ding, terwijl je toch niet heel veel gaat merken als het maar een 7-inch paneel is, zeg maar. Ik had eigenlijk wel gewild dat het een OLED paneel was, maar nu is het een LCD paneel. Voor gaming tenminste, voor gaming is het prima. Maar voor films kijken denk ik toch dat het wat minder wordt. Puur omdat je gewoon wat kwaliteit inlevert. Ook qua kleuren en zwart-waard, et cetera. Kijk, het is een 60 Hz paneel. En dat is in principe gewoon prima. Je kan wel 120 hebben of hoger. Maar ja, het blijft een gaming console voor in je handen. Dus ja, 60 Hz is in principe gewoon prima. Daar ga ik niet over klagen. Bluetooth 5.0. Dus je kan koptelefoon aansluiten, oordopjes, extra controllers. Zoals een PlayStation 5 controller, PlayStation 4 controller. Xbox One controller, noem maar op, Steam controller uiteraard. Hè. En uiteraard de software. Hij draait op SteamOS 3.0, wat gebaseerd is op Arch Linux. Dan heeft hij een Proton layer, dat zorgt ervoor natuurlijk dat je games kan spelen van een PC. En je hebt ook natuurlijk het uiterlijke, hoe het eruit gaat zien, je hele library. Je logt gewoon in met je Steam account en je kan gewoon elke game spelen die je wilt op je Steam account. En je kan ook buitenom, kun je ook gewoon bijvoorbeeld Uplay installeren of misschien ook xCloud van Microsoft. Want iemand van Microsoft heeft hem al getest en die is heel tevreden over, die is wel over te spreken. Gelukkig, want hoe meer mensen samen gaan werken met hun, hoe meer games we kunnen krijgen. Heel logisch, want heel veel games staan nog niet op Steam. Bijna allemaal wel, maar sommige mensen hebben games niet op Steam, die wel op Steam staan, die ze wel willen spelen.
Ik wel tenminste. Kijk, heel veel mensen denken ook dat hij te groot is, te chunky, te dik, te vet, zeg maar. En te zwaar. Maar ik denk dat het mee gaat vallen. Puur omdat de grootte en het gewicht allemaal verdeeld is. Dus dat je met grootte en gewicht geen last van krijgt in je handen, zeg maar. Niet dat het te zwaar is. Voor de Steam Deck komt ook een dock waar je hem in kan zetten. Maar ze zeggen gewoon dat je elke USB-C-kabel kan gebruiken om hem eventueel het scherm te delen naar een beeldscherm, naar een tv of wat dan ook. Want het komt ook puur omdat de USB-C-poort bovenop zit en niet onderop. Dus niet dat je hem ergens in kan dokken, dat hij meteen doorgaat naar de tv, net zoals bij de Switch. Ik heb eigenlijk wel gehoopt dat er een USB-C onderop komt, want het is nog niet helemaal af, maar ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon bovenaan blijft. Ik vind het niet heel erg, want ik ga het toch meestal in mijn hand gebruiken. Ik vind het heel geniaal eigenlijk dat Valve zo transparant is, want hun leven met iedereen mee. Ja joh, je kan gewoon een simpele USB-C kabel gebruiken van een ander merk, maakt niet uit. Dat soort dingetjes. Ze zijn heel simpel erover. En die dock komt pas veel later, denk ik. Die komt denk ik pas na de release van de Steam Deck. En toen was mijn camera leeg. Doei!